Zeker een van die gelukkigste goed in mijn leven is om een vars visie te kunnen braaien. En specifiek, ik denk een vars geelstert. Als je daai genot gehad het van om vars geelstert, om geelstert te kan zelf te gaan vangen, om bij Kaappunt uit te gaan misschien en daai vis te kan vangen en daai belevenis te hê en dan huis toe te kan gaan en daai vis in verschillende manieren is voor te bereiden. Ons doen baie keer sommer een beetje sashimi, want jy het hom nou self gevang, hy is direct uit die see uit en op jou tafel. En een beetje sashimi te snijden en so halwe een pokeball te maken. En dan na die tijd die andere helft op die kolen te braaien. Ek denk dit is, yes, mense, daar is min goed so lekker soos een vars geelstert wat gebraai is, net met sout en peper en suurlemoensap. Dit is een ongelooflike ervaring op sy eie. En ek denk dit is waaroor kos gaan. Weet hierdie, die ervaring, as jy iets kan nog self kry ook, en self voorberei, en self gaar maak, en dan geniet met ongelooflike wijn. En hierdie wijn specifiek is nogal na aan my hart. Met ou bosstokke in Stellenbosch, ongelooflike geure, vat verouderd. En die wijn samen met die geelstert werkt net ongelooflijk lekker samen.